echt heel veel problemen. Mensen kunnen gewoon niet verhuizen terwijl ze daar wel op hebben gerekend. Nou, zoals je ziet, geen water. Het huis is af en ze hebben hier knijterhard aan gewerkt. Maar je kan er niet in, want de nutsvoorzieningen zijn niet af. Met de huidige kopers die ons huis hebben gekocht, moeten we toch wel een regeling treffen of we net iets langer in ons huis kunnen blijven, wat toch ook weer geld gaat kosten. Dus ze moet iets gaan huren, de meubels moeten in de opslag, de afspraken met een keukenleverancier of een vloerenleverancier moeten worden uitgesteld. Echt veel problemen, veel kosten.